Dit is het hoofdbord van de Boxspring Space. Die bestaat uit twee gedeeltes, het onderste gedeelte en het bovenste gedeelte. Het onderste gedeelte kun je openritsen. In het onderste gedeelte zit ook de montageset met 4 schroeven. Je ziet ook 4 gaten waar je de schroeven in kunt bevestigen. Als je de twee delen goed tegen elkaar zet, kan je ze aan elkaar schroeven. Vergeet niet de rits weer dicht te doen. Het hoofdbord kan nu achter het bed geplaatst worden. Dit zijn de onderbakken van de Boxspring Space. Deze bestaat uit 2 gedeeltes. Een onderbox en bovenkant waar het matras in verwerkt zit. De pootjes kan je op iedere hoek onder het bed vastschroeven met 4 schroeven. Belangrijkste is dat u deze zo ver mogelijk aan de buitenkant bevestigt, gelijk aan de zijkanten van de onderbox. De onderbox heeft aan de binnenkant een gasveer. Voordat je de beugels gaat plaatsen is het belangrijk een afstand te houden van 13 centimeter. Dit is aan de binnenzijde, het midden van het bed. Let op, want als je dit omdraait, sluit het bed niet goed. Dit zijn de moertjes. Die draai je eraf en daarachter zit een schroefje. Je kan het schroefje een klein stukje eruit draaien, zodat je iets meer ruimte hebt. Daarna kan je de beugels erop plaatsen. Monteer het bovengedeelte met 2 personen. 1 persoon houdt het matras vast, de ander draait de moertjes een klein stukje vast. Dit doe je aan beide zijden. Pas als alle moertjes erop zitten, kan je ze vastdraaien. Er zit een klikbeveiliging op de gasveer, zodat deze niet dicht kan klappen. Til de matras eerst een stukje omhoog, voorbij de klik, en sluit daarna de box. Komt u er niet uit? Raadpleeg dan onze montagehandleiding voor een gedetailleerde instructie. Of neem contact op met de winkel.